hoe koninklijk kan je het hebben? Willem III, die hier eigenaar van is geweest, koning, stadhouder, later koning ook van Engeland. En hij zag dit als een kleinere versie van Paleis het Loo. Zien we nu een conservator aan het werk? Veel best hoor. Altijd benieuwd hoe vroeger er iets uitzag. En gelukkig hebben ze nog materiaal. Geinig is dat. Ik had toen moeten leven. Ja, als oudste van het gezin, zoals Elisabeth en Amalia dan, ja, is dat nu een geluk of een ongeluk als je in een koninklijk gezin bent geboren? En dan vond ik wel dat zij, Alexia, daar een mooie uitspraak over gedaan heeft. Ik heb natuurlijk wel de vrijheid om te kiezen wat ik zelf later wil worden. En ik weet het nog lang niet, dat wel, maar ik vind het wel fijn dat ik, zeg maar, later iets kan doen met mijn eigen interesses. Ja. En ik had gehoord dat kool, steenkool, koolstof en diamant eigenlijk hetzelfde waren. Alleen dat dat onder hitte en druk uitgekristalliseerd was. En ik weet nog dat ik het grootste stuk steenkool uit de kolensilo van mijn ouders haalde, dat ook nog opwreef. En dat in de achtertuin begroef, waarbij een meter diep en een zomervakantie lang genoeg achtte om daarna die tijd de Cullinan naar boven te halen. Wat heerlijk dat ik hier op jullie vorstendag mocht komen. Leuk dat je er bent. Kijk. En dan heb ik ook Paul Rem. Nou, grappig, hè? Hier zit Carlijn. Ja. U ziet rechts Lodewijk de 14e en links een grote rivaal, Willem III, de prins die hier, net zoals u, heerlijk aan de Engelse thee zat. Want zijn vrouw was Engelse en uiteindelijk koning wordt van Engeland.